Can they see? Nee. Gaan weer. Gaan weer, oké. Hallo. Kan die nou zien? Nee. Mag je wel weer? Dat is gewerkt. Maar ik kan nog steeds niet zien. Ga nog weer. Ga nog weer, oké. Oké. Mag je wel weer binnen keer? Ik zie niks. Oh, wacht. Wat doe jij? Krijg brillen. Wat doe jij? Wat doe jij? Ik klim die leer om die wereld te zien. But why? Ik wil kijken, hoe keren die wereld om? Nee, het is niet de wereld niet meer. Het is wel moeilijk om te zien. Nee, ga niet, dit is een ding hoe je eet. Dit is een trouwding. Dit is een zee-ding. Ik wil zee. Maar deze dak niet. Als je die wereld moet doen, gaan ze allemaal afval. Ben je afklimming en begint het als de leer? Afval. Ons gaan gauw die leer verwijderen voor iemand te zien. Nee, maar. Dat is mooi. Dit is een lekker set. Ons gaan. Ons gaan editing magic doen. Dit gewerkt! Maar niet al weet je niet. Waar heb je nou niks gedaan? Kan jij dat doen? Maar met cookies. Nee, ik kan het weer doen. Kan als dat komt? Oké, slip. Keer de wereld om is een zee-ding, hè? Ja. Dan gaan we verder gaan. En die disciples, toen die disciples nadigen trouwden door Jezus, het al ongelooflijk goed gebeurd, hè? Ongelooflijk goed. So, hierso in Handelingen 4 vers 4, toch het baie van die mense wat hulle prediking doet, dat hulle nog getrouwd het, gehoor het, gelovig geword, en die getal van gelovig is het aangegroeid met omtrent 5000. So wat hier gebeur het, die disciples het begin praat oor Jesus. Jesus is nou nie daar nie. Die mense het, baie mense het nog nie geweet van Jesus, op nie gehoor nie. So hy begin te praat, en die mense te sê, wow, dis so cool, hulle wil later vir Here gee. En duisende mense het omtrent elke dag hulle harte vir Here begin gee. Ons tel van duisende mense, dit was amazing geweest, want dit was ongelooflik geweest. So, daar is het rarig, hulle het uitgegaan, die disciples, en hulle het rarig soos die wereld gaan omkeer met die boodskap wat hulle uitgedraaid aan die mense. Ja, maar dit was dus, omdat het so'n wild boodskap was, sê ons, hulle het die wereld omgekeer. Ah, die wereld omgekeer en gaan om afval. Nee, ek toch gaan uit die afval. Nee. Oké. Dit is een cirkel, dit maak je straks een cirkel, maak je sin nie. Dan kyk, nie man. Oké, goed, so, nee. Dit gaan hulle die boodskap wat hulle gekry het, ne? Nou, iedereen is interessant, denk ik, staan daar hoe wonderlijk klinkt die geluid van iemand die goede nieuws drinkt van Jesus. Goede nieuws van ja, Jesus. So, ja, so weer eens, dit gaan een wonderlijke boodschap dat het uitgedrongen wordt. Nou, ons is lief voor Jesus, ne? En ik denk, hulle is ja. Lief voor Jesus, ne? En ons sien baie maats elke dag. Ons sien mense in winkels, en ons sien mense oral, en maats oral, en ons weet nie altyd specifiek en rarig weet al harte vir Jesus gegee nie. En ons sit met 'n verskriklike belangrike boodskap van Jesus. Johannes 3 vers 16, want Jesus is so lief vir ons, hy het vir ons aan die kruis gesterf. Kruis gesterf. Ja. Hy is daarig. Nou, so, en dit is so dat ons gered kan word, en so is die ewige lewe kan hê. Ai toch. Okay. So, ons het met 'n wonderlike boodskap. Nou, ek denk ons is nou dus op die einde van die jaar na. En ja. Ek denk, baie kinders is bezig met toetsen en eksamen, is hier al moedeloos. En ek denk met COVID het baie van ons door moeilike tye gegaan. En weer eens, ons wat lief is Jesus, ons sit met 'n belangrike boodskap wat ons moet gaan vertel daar buitenkant. My Bible, daar's op Bible. Boodskap, ne? Boodskap. Ja. En ons moet gaan vertel daar buiten, want dit gee weer hoop. En dit gee vrede. Daar buiten of daar buiten? Stand still. Waar je beweegt. Oké. Okay. So, dit is so belangrijk, ons moet gaan praat en vertel, dat ons de mensen kan hoop gee en vrede. Alright. So, ek het hier nog een versie lees. Nou, die versie is in Romeine 10 vers 17. Die geloof komt dus door die prediking wat een mens hoor. En die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Jesus. Nou die prediking is nie net advokaat te gaan luister na die dominee of die sonnaskool tannie nie. Die prediking is vertel van Jesus ook. So as daar iets gebeur het wat cool was en jy was benauwd of bang en Jesus het jou hart rustig gemaakt, gaan vertel dit, want dit laat menselik glo. So dit gaan door dit wat ons het gesels oor Jesus. Verstaan jy dit? Ja. Dit is so belangrijk. En dit was ook een rowwe jaar en ek denk, laas jaar was ook nog een rowwe jaar na.
En ik denk ons, niet zo belangrijke boodschap, ons nu dat boodschap vertaald al buiten van al die mensen, zodat ze kunnen zeggen, hey, dat is God en dat is vreugde en dat is liefde en nu waar in die van Jezus is. Ik wil het zo lief voor ons. Lief voor ons, lief voor ons. Woehoe! Ons moet gaan vertaal van Jezus. Wat? Bos. Wat is nou gebeur? Ik weet niet. Kom eens, sing door ons een liedje. Let your light shine. Wow, let your light shine. Ik ga eerst naar de kist zitten. Let your light shine and let Jesus shine through you.